Klaarbeek in Epe. Dit is een nieuwe woonwijk en het bijzondere aan deze wijk is dat die heel duurzaam is. Dat die klaar is voor de toekomst. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat die klaar is voor de klimaatverandering. Hier is bijvoorbeeld heel veel groen. Nou, we verwachten dat er heel veel water komt te vallen en dat groen kan al dat water bergen. Wat Daryl net al aangaf is dat we hier veel groene ruimte hebben. En als je om je heen kijkt, dan zie je ook dat de wegen en de woningen op terpen liggen. Waardoor het mogelijk is gemaakt dat we hier 60 mm statisch water kunnen bergen. We staan hier nu in een wadi en de wadi's zijn allemaal droog en dat betekent dat die goed functioneert. Bij hevige regenval kan hier zo'n beetje 30 centimeter water geborgen worden. En bij dit weer zie je dus dat het water langzaam in de bodem infiltreert en niet afstroomt naar het naastgelegen gebied. Ik denk dat dit een voorbeeldwijk is die echt gewoon kan dienen als inspiratie voor andere wijken. We hebben hier heel goed over nagedacht en deze wijk is voorbereid op de risico's die de klimaatverandering met zich meebrengt.